De journalist Khashoggi verdween in de Saoedische ambassade in Istanbul. Eerst was hij gewoon weg, maar inmiddels geven ze in Saoedi-Arabië toe dat ze hem vermoord hebben. De een zegt dat hij gewurgd is, de ander heeft het over een uit de hand gelopen handgemeen. En dan is er ook nog het verdwenen lichaam. Niets verbaast mij meer. Ook niet als blijkt dat ze het in de kelder van de ambassade door een gehaktmolen hebben gedraaid, of als straks alle betrokkenen één voor één verdwijnen omdat er olie in de grond zit, doen we net alsof Saoedi-Arabië een respectabel land is. Alle mensenrechten worden al jaren met voeten getreden en dat weten we. Maar als er daar een dictator sterft, zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima de eerste die namens ons met bedroefde snuiten de vliegtuigtrap afstommelen. om het Saoedische volk namens ons te condoleren met het verlies van een van hun onderdrukkers. Mark Rutte waarschuwde de Saoedi's. Hij zei: de onderste steen moet boven. Daar zullen ze in Riyad van geschrokken zijn. Waarom de gelegenheid niet aangegrepen om Stef Blok uit zijn hok te laten? Waar zijn de lompe constateringen van Stef Blok als je ze nodig hebt? Kan die zijn weerput niet even opentrekken en roepen dat Saoedi-Arabië een field state is? een grote bek tegen Curaçao en Suriname en Oost-Europa... er prat opgaan dat je Hutus en toetsies niet uit elkaar kunt houden... zeg dan nu ook maar alles wat er in je VVD-hoofdje omgaat. Dat je het gek vindt dat ze daar allemaal jurken dragen. Dat je al die prinsen niet uit elkaar kunt houden. Dat de monarchie daar ten onder gaat aan inteelt. Dat je niet snapt van al die mensen die ieder jaar naar Mekka gaan. Dat je die stad sowieso geen reet aanvindt, Dat je de oproep tot gebed vindt dat die daar wel wat zachter kan. Dat je Bert van Marwijk een slechte trainer vindt. Dat ze daar op moeten houden met het onthoofde dat je je ergert aan vrouwen in het verkeer, maar dat ze van jou wel mogen autorijden en dat jij de wereld ziet als één grote bed and breakfast. En daarna graag ook iets over de nieuwe grote vrienden van de persvrijheid, Erdogan en Trump. Maar nee, in plaats daarvan zei Stef Blok dat het juist logisch is om de lijnen nu open te houden, zodat je kunt praten over zaken waar je het wel over eens bent, maar ook om boodschappen over te brengen over punten waarover je je zorgen maakt. En verder was hij verheugd dat ze in Turkije ook tegen het vermoorden van journalisten zijn. Stef Blok en Mark Rutte zijn de buurmannen... die je niet wilt hebben in oorlogstijd. Ze kijken van achter het gordijn hoe je wordt weggevoerd... en gaan daarna gewoon weer naar het werk. Als ze zo straks weer gewoon in het geniep mensenrechten vertrappen... sturen we als kersen op de taart onze koning en koningin langs... met een handelsmissie, want die hebben officieel geen geweten. Een constructie die bijna net zo achterlijk is als het regime daar. Dankjewel.